To make cities greener and healthier, I think first of all you need an awareness of the urgency to have nature implemented in cities. And on the other hand, you need collaboration. We came from an initiative which was a small-scale integrated initiative in which parking management, the growing of plots and vegetables, social programs, labor market programs came together in one small-scale space. And the person running that space was already complaining to us about the fact that this integrated small-scale initiative didn't fit very well in the segmented governance structures the municipality had. So in order to do this more integrated approach, I think we need a collaboration there between layers of government and between the sectors within the government and between governmental and private companies and citizens in order for these integrated projects to come around. Ik heb op dit moment vooral behoefte aan een antwoord op de vraag: wat is dit initiatief de gemeente nu waard? Want de gemeente vindt het heel waardevol. Het wordt ook benoemd en steeds door wethouders en door de politiek en door ambtenaren bevestigd. Maar omdat we nergens binnen horen binnen een bepaald domein, zijn we heel druk bezig met proberen binnen al die domeinen dingen te regelen. En dat is ieder jaar weer opnieuw en weten nooit of we volgend jaar bestaan. Wij werken heel veel erg samen met de politie om het veilig en aangenaam te houden, toezichthouders en heel veel bewoners helpen mee bij het onderhoud en die houden ook toezicht op het park. En dat is heel erg belangrijk dat het ook sociaal gezien een veilige plek is, zo dicht bij de binnenstad. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als we steden ontwerpen, dat ze daarbij rekening houden met de aanwezigheid van groen voor de mensen. In de stad en daarbuiten. Dus dat we eigenlijk bij het ontwerpen van steden en van stedelijke regio's het welbevinden en de gezondheid van mensen als uitgangspunt nemen. En dat is echt een nieuwe manier van kijken naar ruimtelijke ordening. We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. En de financiën zijn ook altijd wel een continue zorg. Ja, we hebben nu een heel klein beetje subsidie van de gemeente. We hebben 2 fietsenstallingen, hebben een beetje inkomsten uit. Maar ja, de gemeente gaat steeds minder geven aan de bewoners, dus dat is wel een zorg. In terms of limitations, I think we can really see 2. One is related to the different kinds of actors who are around the table and whether we really have got all of the different actors we need to build the right kinds of partnerships. And here I'm particularly thinking about whether we need more interest and engagement from the financial sector, but also I think from different areas of policy making, from the energy utilities, the transport authorities, who often own a lot of the land around which nature-based solutions have to be built. Are they really getting involved? I think a second key limitation relates to this idea about how do we imagine our future cities and the ways in which we tend to assume that nature-based solutions have to be evaluated as if they were made of concrete, as if they were grey infrastructure. We need to start operating with different kinds of forms of practice, different ways of evaluating the contributions that nature-based solutions can make so that we give them a fair chance.